kikkers, hele mooie kikkers. Kikkers, hele mooie kikkers met knikkers, die gaan knikkeren. Goed, de camera's draaien en ze staan nog niet helemaal lekker zoals ik het wil. Dat komt nog wel een keer, dat ga ik nou niet allemaal veranderen, want er komt elke keer weer wat tussen. Ik ben er ook erg geïrriteerd door geraakt, dat kun je misschien merken. Ik doe dit met het idee dat het weer misgaat, want ik probeer nu al 4 dagen deze aflevering op te nemen. En tot overmaat van ramp is er elke keer weer wat. Beginnen. Ik doe de koptelefoon, doe ik op. Ik hoop dat alles goed te horen is. Start. Ja. Commentaar horen van Sierte Vos. Dat filter ik er niet uit. Wel voor een deel. Want het moet niet de bedoeling zijn dat je meer Sierte Vos hoort dan mij. Maar het is leuk om erin te laten. Dus ik laat het er voor een deel wel in. Hij houdt het schot tegen. Hoekschop in het centrum geplaatst. Dat was bijna een goal. Hallo! Tjonge. Het is geen American voetbal. Gaat nu naar Cruijff. Alleen de doelman nog voor zich. Een geweldige ingreep van die verdediger. Gevaar voorbij. Zoals Sharky Zwart altijd zegt. We speelden als een J. Rodriguez. Bal wordt gespeeld op de zijkant van het veld. Een heerlijk steekballetje. Hartschot, maar geweldig mis. Ja, wat is dit voor onkunde? Helemaal verkeerd geraakt. Zonde hoor, van zo'n kans. Paas door Cruijff ontvangen. Bal wordt ingeleverd. Ik ga een gemene sliding maken om te waarschuwen als dit zo doorgaat. Het zijn virtuozen. Met het grootste gemak wordt die bal rondgespeeld. Nee, eigenwijs. Dit was een veel te moeilijke hoek om op het doel te schieten. Hij probeert het toch. Maar het is kansloos. Hè? Dat zie je. Het resultaat houdt niet over. Paas door Cruijff ontvangen. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Ah, jammer. Ja, dat is echt een kroketje van weleer. De grensrechter wijst naar de cornervlag. Ja, op doel. Oeh, bijna. Dat was een Koeman stijl. Heel hard.
Daar krijgen ze... Wat is dit? Tibetaanse monnik. Kom op zeg. Doen. Koop een hond met een voedingsritueel. Zo. Hij komt eruit en pakt hem probleemloos op. Vincent Janssen. Ja, Dijk Janssen. Doen we niet meer. En hij zit ertussen. Jay Rodriguez. Ja, fraaie pas hoor. Bal gaat over de vleugel. De verdediging. Het ergste is, ik moet straks nog een filmpje maken. Dus ik moet, lullig gezegd, ik heb haast. Nou. Bam! Oh, banaan! Ban uit! Ban aan en ban uit! Hartjes met vuurwerk. Bam! Oh! Ban aan, ban uit! Kiwi splitter. Gewoon een kiwi splitter. Nou, jongen. Ja, wat zal ik daar nou op zeggen? Dat was echt gewoon alles of niets. Ik kwam dit. Ik ben. We kunnen het proberen. Een gelijke stand hier, maar ze dringen aan. Schot om voor te komen. Ontstellend, wat een zwakke doelpoging. Van zo'n afstand mag je toch iets meer verwachten. Ja, dit was een abominabele afronding. Maar ik denk dat de doelman het niet erg zal vinden. Voor hem was het een makkie. Komt er een doelpunt aan? Hoppa, Cruijff! Likken, likken! Donorcodiciel, ja man. Hoppa. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. Wat een mooie actie zeg voor die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Dat moesten we hebben. Kijk, dat geeft toch een ne aan de wedstrijd. Weet je, ne. Ja. Dan heb je toch het idee, ja, daar doen we het dan voor. Hè. De score is geopend. Het is 1-0. Een ware strijd om de bal. Hij komt dichter in de buurt van het 16 meter gebied. Keeper redt en het spel gaat door. Ja, die gaat scoren. En hij komt eruit met de bal. Ja, applaus voor die doelman. Ik ga staan. We staan, gaan allemaal staan. Jeroen staan. Ik sta. Absoluut, ja, schitterend. Oog in oog met die speler. En toch weet hij dat doelpunt te voorkomen. Ja, dat had ik formidabel. Gaat nu naar Cruijff. Ja, dat is gewoon het zachtje aankomen van mij. Voor de blessuretijd telt de vierde official 1 minuut bij. 1 minuut. Jay Rodriguez. Nou, we zijn bijna de eerste helft volbracht. En we hebben de eerste helft volbracht. Rusten. Ja. De scheidsrechter fluit, het is 1-0. Ik denk dat de coach niet veel heeft te klagen over zijn spel in de eerste helft. Ik ga ervan uit dat hij blij is met die goal waarmee zijn ploeg de voorsprong te pakken heeft. Ja, nu op jacht naar de volgende. Schot tegen. Hoekschop in het centrum geplaatst. Nee, hij komt helemaal verkeerd, alsof hij een vierkant hoofd heeft. Komt niet eens in de buurt. Ja, ik denk dat het te maken heeft met... Ja, op zich, eerste helft is op zich wel kiwis.
vind ik hoor, Kiwis. Ja. Hard schot, maar. En we hebben eigenlijk minder balbezit. Dat zie je duidelijk. We hebben 48%. Ja, dat is niks vergeleken met de tegenstander. Dus ja, het is gewoon puur geluk hebben dat we Cruijff hebben. Die maakt ook een goal. Ja. Tweede helft begint. Dat wordt gewoon Cruijffiaans barbecuen. Weet je, als het vlees groeit, dan weet je zeker dat het gaar is. Nou ja, allemaal. Ren. Pieter Pan. Zwart vlees is ooit rauw geweest. Dus ja, het blijft lood om oud ijzer. Sorry hoor, ik had even een helder moment. Er zijn er die voor die tackle fluiten. Maar goed dat hij het niet doet. Voorden. Vincent Janssen. Die bal gaat feilloos van de ene naar de andere speler. Hij raakt die bal vol. Wat een knal zeg. Ja, en hij gaat maar net naast. Hè? Anders was het een doelpunt geweest. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle... Hoppa! Kiwis! Kiwis! Grote Sespri-kiwis! Hoppa! En met die achterstand van 2 doelpunten. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie. Heel mooi. Want dat bekroont hij dan met een doelpunt. Ik denk die wordt van tevoren gewoon tegengehouden of zo. Ze gaan hem tackelen of zo. Ja, toch weer kruiven. Ja. Complimenten voor hoe deze speler vandaag past. Goed gereageerd zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Johan Cruijff. Dit levert ze een hoekschop. Hoekschop wordt voorgegeven. Ik denk dat hij deze bal gewoon verkeerd tegen zijn hoofd krijgt. Ja, hoekschoppen, koppelen ben ik niet zo sterk in. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Haha, die doelman is er als de kippen bij. Nu snel eruit komen. Alexje gaat terug naar Cruijff. Met die actie komt hij weer in balbezit. Jay Rodriguez. De bal moet ingegooid worden. Er gaat vers bloed ingebracht worden. Gaat er nou dinsdag eens op oefenen op zo'n inworp? Oh, het is dinsdag. Nou, woensdag dan. Scheidsrechter, wat ga je doen? Ik zou het wel weten hoor. Ik zou hem hiervoor geel geven. Geel, zegt de scheidsrechter. Geel? Ja, daar hoeven we toch niet over te discussiëren. Het lijkt me gewoon volkomen terecht. Die bal is een makkie voor de keeper. Paas. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Wat een heerlijke redding van die doelman. Een op één situatie en hij redt. Ik dacht eigenlijk dat het een doelpunt zou worden. Uiteindelijk loopt het op niets uit. Dus opnieuw proberen.
Jay Rodriguez. Nog 20 minuten reguliere speeltijd resterend. Cruijff. Geen problemen voor. Dat zag ik aankomen dat ik daar niks uit kon halen. Ik had hem eigenlijk een assist moeten doen. Dan had het nog misschien gekend, maar zo. Maar ja, dat is mijn probleem. Dan weet ik, Cruijff, dat is de man die het veld draagt. En dan wil ik hem te veel op zijn achterste poten laten spelen. Ja, dat moet je niet doen. Maar ja, het is gewoon mijn eigen fout. Omdat ik, kijk, weet je, ik heb eigenlijk alleen Cruijff. Ik weet niet zo goed wie ik anders het werk moet laten doen. Ja, die Jansen die is wel veel aan de bal trouwens. Bal naar de andere partij. Speelt hem hoog naar die speler. Voordeel is van Jansen is dat je maar één keer in hoeft te zetten. Nou ja, laat gaan. Dat slaat ook weer echt als een tang op een vogel. Johan Cruijff. Ja, die paas werd te laat gegeven. Jammer hoor. Je hoeft er maar één keer in te zetten. Wat een stomme opmerking was dat ook. De vleugel gespeeld. Ja, fraaie pas hoor. Te snel vertrokken en nu is het buitenspel. Nog 10 minuten in de reguliere speeltijd. Gaat nu naar Cruijff. Goed breed gemaakt daar. Spelen elkaar erg zuiver aan. Ook deze bal moet een doelpunt worden. Het spel gaat verder naar die redding. Will Hughes. Ze leveren de bal in. Voel ik helemaal niet, jongen. Waarom speel je daar überhaupt naartoe, man? Jongen. Puddingvogel. Een vogelpudding, echt. Daar ga je toch niet naartoe? Sorry hoor, ik had even een onderrondje met mijn controller. Kant van dat veld. De verdediging zit ertussen en werkt weg. Gaat nu naar Cruijff. Hughes. Will Hughes. Er wordt aangegeven dat er 2 minuten speeltijd bij komt. Gaat nu naar Cruijff. Het andere team weer aan de bal. Listige steekbal. Uiteindelijk levert dit geen resultaat op. Gewoon opnieuw proberen. Dat leidt tot een vrije trap. Luister, als ik ergens een pokhekel aan heb, is het wel een voetbalspel met partijdige scheidsrechters. Woppa, 2-0. Kabeljauwse twisten. Woppa, kabeljauw. Kabel mij, kabeljauw. Een kabeltje voor mij en een kabeltje voor jou. Ja. Wat groter kunnen zijn. Hij speelde werkelijk een fenomenale wedstrijd. De zege is voor een groot deel aan hem te danken. Ik vond hem heel sterk vandaag. Puur dat Cruijff in het veld stond. Ja, en Jansen die gaf wel ruimte voor Cruijff, moet ik toegeven hoor. Het was eigenlijk Jansen en Cruijff. Kijk, voel je dit nou dat je zegt koala berenpudding of eerder dat je denkt laat maar gaan. In ieder geval, als je denkt dat je dit een leuke video vond, doe dan een duimpje omhoog.
Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En ja, dat hele riedeltje, dat kennen jullie namelijk van al die influencers wel. Dus dat zeggen wij normaal gesproken ook. Alleen ik heb er nou niet zoveel zin in, maar je abonneert maar gewoon. Ja. Dat is dan ergens hier staat hoe dat werkt. Nou, dag! Jongen.